Hallo, lieve vrienden. Hoe is het met jullie? Ja? Nou, goed om te horen. Dat is toch lekker? Je gaat ook goed, hoor. Veel gezichtsbeharing. Geef het eerlijk toe. Mijn snor begint een beetje die formaat walrus te krijgen. Hè? Maar het is een experiment. En niet alle experimenten lopen zoals je zelf zou willen. Zeg altijd maar. Maar we wachten gewoon af. Ik zet hem even door. Ik zet hem heel even door. Ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft dat dag met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Van Vivid. Nu hebben we een keer al eerder in Jan's Reviews Vivid gehad. Er waren pakjes drinkjoghurt. Maar dit is goedemorgen. Wat is goedemorgen? Ja, weet ik veel. Goedemorgen. Kiwi, aardbei, banaan met vitamine voor je afweersysteem. Vitamine voor je afweersysteem. Want in sommige producten zitten vitamine, die zijn niet voor je afweersysteem. Echt waar? Met vitamine B en D. Maar wat mij verbaast is dat naast al dat fruit hier ook graan zit. Er zit toch geen graan in drinkjoghurt? Of het is gewoon vloeibaar. Nou, ik moet gelijk even lezen. Melk? Vruchtensap, suiker, graan, havermeel, tarwekiemen, semelen. Heel veel andere E-nummers, troep, vitamines. Overigens zit er van de vruchtensap zit er 3,5% in, dat is melk. Getverdemme. Er zitten dus gewoon granen. Er zit hierin. Goedemorgen, Vivid. Framboos, blauwbes. Hebben we ook, framboos, blauwbes. En waarom dit een enorm pak is en die andere flesjes, ja, dat weet ik niet. Goedemorgen, aardbei, sinaasappel, planetproof, dit is planetproof. Waarom mag ik weten niet, mag ik van God weten, maar oh, de verpakkingen zijn recyclebaar, nou dat is toch leuk. Wat zit hier allemaal in? Is er wel een heel verhaal bij, misschien is dat wel handig om te weten, dan weten we een beetje wat het product inhoudt. Vivid. En door. Dus Vivid en door. Vivid Goedemorgen is vetarm. Bevat vezels en calcium. En is van nature een bron van proteïne. Van nature is dat dus al een bron van proteïne. Terwijl van nature het hele pak Vivid niet bestaat. Maar goed. Calcium is goed voor je botten. Proteïne draagt bij aan de groei en het onderhoud van je spieren. Goedemorgen bevat tevens vitamine B6, B11, B12 en D. Een gevarieerde voeding en gezonde levensstijl zijn belangrijk. Met de aanbevolen 450 ml zuivel per dag krijg je belangrijke voedingsstoffen binnen. Aanbevolen 450 ml zuivel per dag? Dat is mij nog nooit aanbevolen. Liever gezegd, men zegt toch juist dat je hier zo min mogelijk zuivel moet gebruiken? Daar krijg je allemaal problemen van. Ik gebruik helemaal geen 450 ml zuivel per dag. Misschien moet ik dat eens gaan doen. Ja hoor, ook granen. Ik maak me echt zorgen hierover. Want, kijk, wat ik het ook rare vind, is dat ze net doen alsof het verschrikkelijk gezond is. Maar je zit gewoon melk te zuipen, met een heel klein beetje vruchtensap en granen erbij gepleurd. Waarom is dat dan zo verschrikkelijk gezond? Ik wil even... In een portie van 200 ml zit 3,6 gram suiker. Het is gewoon gesuikerde melk. Met je goedemorgen. En lekker gezond. Gesuikerde melk. Met granenprut erin. Ik ben benieuwd hoe het proeft. Floep, floep. 3 glaasjes. Ja, hoe zou dat nou proeven, die bende? Ik ben er echt wel een beetje benieuwd naar. En hoe zou het eruit zien? Het ziet er dus uit als... Oh, dat is wel heel grappig. Het is hele dikke bagger. Met klontjes. Jezus. Vind je het goed dat ik even zeg dat ik het niet heel lekker uit vind zien? Zonder nou gelijk het hele product al af te schrijven. Het ziet eruit, de substantie. Alsof er is overgegeven in zo'n mixer.
Zo'n milkshaker. Hier. Het ziet er niet prettig uit. Godverdamme. Goed. Kiwi, aardbei, banaan. Dat is een lekkere combinatie. Kiwi is lekker, aardbei is lekker en banaan is lekker. Bevat ook lekker veel suikers, voor beide suikers. Ja, je proeft wel ergens de aardbei, heel ver in de diepte, in de diepste diepte van dit drankje. Maar er gebeuren heel veel vreemde dingen. De melk met vruchtensap, een beetje vruchtensap, is heel dik geworden door iets. Dus er zit een soort dikkingsmiddel in. En smaak is sowieso niet echt heel lekker. Alleen dat dikkingsmiddel maakt het een beetje gek. En dan zitten er ook nog allemaal brokjes granen bij. Het smaakt eigenlijk niet naar heel veel. Een beetje zuurig is het ook. Wat het krap is, als je 3 van de meest zoete vruchten van de wereld gebruikt. Maar wat is nou dat verdikkingsmiddel? Getverdemme. Oh, dus maïszetmeel hebben ze erbij gepleurd. En nog een andere verdikkingsmiddel. E412. Nou, ik weet niet, maar het komt een beetje over alsof iemand heel hard heeft gekauwd op zijn braaksel. En dat dan in het glaasje heeft gespuugd. Het is echt, als je zegt, je hebt zeg maar bijvoorbeeld lekkere dingen en je hebt vieze dingen. Dan staat dat flesje in de laatste categorie. Nou, de frambozen blauwe bes. Ja, ik hou van frambozen, ik hou van blauwe bes. Maar ja, Vivi, goedemorgen. Goedemorgen. Weer dikke bagger. Weer met klontjes. En deze. Er zitten gewoon fruitvliegjes bij de Vivi. Dat is wel grappig, er zit nauwelijks fruit in. Maar deze smaak. Deze smaak is minder vies. Deze smaak is wel wat lekkerder. Bosbessen framboos. Het is nog steeds hele vieze dikke melk. Waar alle alarmbellen van in je hoofd afgaan. Die graanpulp wat erin zit, dat had echt totaal niet gehoeven. Dat zou dan wel een teken van gezondheid moeten geven. Maar het geeft eerder een teken van, drink het niet. Dit is vies, dit is bedorven. Doe dat maar niet, vriend. Maar die frambozen en die bosbessen. Die hebben er nog wat van gemaakt. Punt is alleen, ze hebben zo vreselijk weinig vruchtensappen bijgemieterd, dat die smaak eigenlijk helemaal niet overeind blijft. Het is eigenlijk meer een beetje dikke, zure melk. Ik snap eigenlijk helemaal geen ene moerie van hoor. Maak er dan een beetje lekker. Waarom nou 3,5% vruchtensap? Waarom maak je er niet 10% van? Dat dan smaakt het naar iets. Ik weet wel waarom. Omdat Vivid met Goedemorgen heeft bedacht, we maken er een soort drinkyoghurt van. Als het dan niet te smaakvol en niet te zoet is, denken mensen dat het gezond is. Dan doen ze dat lekker Goedemorgen bij het ontbijt. En dan verdienen we eraan. Geven ze elke ochtend geven ze gewoon een kind zo'n fles. En denken ze, die hebben gevreten, want er zit ook graan in. En het is niet te zoet. Nou, het zit helemaal bunkerend vol met suiker. Dus als je dan toch zo graag je kind 's morgens heel vroeg gesuikerde melk wil geven, geven we dan verdomme met een smaakie. Aardbeien, sinaasappel. Ook dikke drap, ook graan, bekots. En de aardbeien, sinaasappel. Nou, ik zal je wat vertellen. Van de aardbei, er is niks overgebleven. De sinaasappel, die geeft smaak. Dit is de enige die daadwerkelijk echt naar iets smaakt. Deze proeft naar een sinaasappel. Dit is onbestemd, heel ver weg, helemaal joehoe. Dit smaakt een sinaasappel. Misschien maken ze daarom ook hier een pak van, omdat hier meer van verkocht wordt, omdat het niet tevreden is. Dat zou maar kunnen. Ik zou mijn kinderen dit niet geven. Nee, want dit voelt als een soort
oplichting. Van, joh, nou hier heb je yoghurt, heb je, en graan en fruit. Ja, maar ho, dus, dik gemaakte melk. Met een E-nummer, met handen vol suiker erin gepleurd. Als je je kinderen dit geeft, worden ze dik, lelijk en hun tanden gaan rotten. En dat moeten we toch niet willen met onze kindjes. Kijk voor de cijfertjes! En wat een verschrikkelijk wanproduct is dit, zeg. Ongelooflijk. Nou, ik heb er alles over gezegd. Maar het is gewoon, het is kale kost in een flesje. Ik zou dat godverdikke niet eens aan mijn hond voeren. Enfin, ik heb helemaal geen hond. De kiwi aardbei banaan, Vivit, goedemorgen, is heel vies. En de smaak, ja, het lijkt wel zure braaksel. En dan nog met die verdikte melk. En dan met die gore graantje erin. Dit is echt niet te geloven, ik krijg er 3. De Van Brozen bosbessen is niet heel veel beter. Wel ietsje, dat heeft iets minder een zure barfsmaak. Maar het is nog steeds dat je denkt, wie verzint deze meuk? Het is nog ongezond ook. Het is helemaal niet gezond, het is ongezond. Het is gewoon heel vies gesuikerde, verdikte, smerige melk. Dus niet te geloven, ook niet zwaar, het is een 4. De Vivit aardbei sinaasappel, dat kan je ook gelijk in een pak krijgen. Omdat het waarschijnlijk de enige is die nog een beetje verkoopt. Ja, hetzelfde concept. Alleen hierin proef je dus de sinaasappel. Dit is het enige waar je een vrucht proeft. Waardoor het dus niet alleen maar dikke but met graantjes is. Is het lekker? Nee, het is niet zo lekker. En het hele concept is ook totaal noga. Deze krijgt een 5. Ik hoop dat je trots op jezelf bent, Vivit. Dat je denkt dat je mensen een volwaardige ontbijt aanbiedt met deze bende. Ha, die stinken we niet in bij Jans Reviews. Ja? Mooi. Dog.